Hoi, welkom terug op Svensson. Iedereen heeft dat momentje wel, dat je naar een verjaardag moet. En op die verjaardagen zijn natuurlijk de, ja, nodige irritaties. En daar gaat deze video dus over. Vijf irritaties op een verjaardag. Oh, en heeft u de informatie? Dit is de jarige. Dit is de ik-persoon. Dus ik. En hier gaat het hele verhaal over. En dit is de vader. En de rest is gewoon mensen die op het feestje zijn. Hey, zo, nog maar even geleden, hè? Hey, hoe is het? Ja, goed man, ik ben net 16 geworden natuurlijk. Het vliegt echt. Het lijkt net gisteren, dat het gisteren was toen ik 15 werd. Maar ja, hè? 16 alweer, het gaat snel. Ja, gefeliciteerd nog, hè? Ja, dankjewel. Hey, kom lekker binnen. Zo, hey, wil je nog wat drinken? Ja, lekker, ja, doe maar wat. Ja, is goed. Cola? Ja, is goed hoor, lust ik wel. Dan breng ik dat erin. Je kaart nog. Pas wanneer je de woonkamer binnenstapt, dan begint de eerste irritatie. Gefeliciteerd, hè? Hey, gefeliciteerd nog, hè? Ja, ook gefeliciteerd natuurlijk. Nee, gefeliciteerd. 2000 years later. Gefeliciteerd. Ja, jij ook gefeliciteerd, hè? Nou, volgens mij hebben we nou iedereen wel gehad. Nee hoor. Je bent hem vergeten. Hey Sven, hoe is het eigenlijk op school, jongen? Gaat het goed? Hè? Oh. Ja, gaat wel goed hoor. Goede cijfers. Hij gaat opnemen. Mooi zo. Hey Sven, hoe is het eigenlijk op school, jongen? Gaat alles goed? Ja, het gaat goed hoor. Ja, Nou, dat is fijn om te horen. Mooi zo. Hé, hey Sven en Jong. Gaat alles goed met je? Alles goed op school? Het gaat goed. Alles gaat goed. Ja. Mooi zo. Hé hey Sven. Hoe is het eigenlijk op school, jongen? Iedereen, kijk. Het gaat goed. Oké? Okay? Hey jongen. Mag je de kaarsjes gaan uitblazen? Moeten we niet zingen dan? Ja. Happy birthday to you en wij staan cool. Oké, ga die kaarsjes uitblazen en dan kunnen wij ook aan onze taart beginnen. Sjoe. Kijk eens jongen, kan je ze uitblazen? Ik ben 16 hoor, niet 61. 16. Oh, wacht. Zo. Zo. Tadaa. Kijk, zo is goed toch? Kom maar. Zo, nou. Wie wilde er een stukje taart? Ja, lekker. Ja. Oké, nou, jullie hebben de keuze. Het havermouttaart of geitenkaastaart? Laat maar. Nee, laat maar voor mij. Nou, des te meer heb ik, hè. Jo, jullie willen vast wel chips, hè. Oh, kom op zeg. Zo, dat waren ze alweer. Vond je deze video nou leuk? Klik dan even op dat duimpje omhoog. En abonneer als je nieuw bent op mijn kanaal. Ik vond het super tof om te maken. Ik heb er veel tijd in gestoken in deze video. Dus daarom hoop ik ook dat jullie hem leuk vinden. En deze video waarderen. Dus laat even een leuke reactie achter als je hem leuk vond. En like zoals ik al heb gezegd. Abonneer als je nieuw bent. En ik zie jullie volgende week zondag weer met een nieuwe video. Dank voor het kijken. En doei!